Hele goedemorgen. Dit is mijn traditie nu elke ochtend. Ik drink geen koffie meer, dus ik maak lekker de thee voor mezelf. Heel mooi dit. Oh, kijk. En Nessim heeft koffie hoor, jongens. Verschil moet er zijn. Je moet ook een keer de koffiezetapparaat schoonmaken, hè? Je bent nu de enige gebruiker. Hallo, jouw taak. Dus ik vroeg aan Mirjam of wij eieren hadden en we hebben er precies twee. Nou goed, ik ga vandaag een kookvideo voor jullie maken. Wat we daarvoor nodig hebben zijn knakworstjes, eieren. Nou, voor mij dan nog een beetje dit erbij. Marok salam en lavash kiri. Oh, nu snij je de knakworst in kleine stukjes. En dan doe je een paar zo hier gewoon even aan de zijkant. Ja, die gooi je weg. Waarom dan? Het is vies. Je snijdt zelfs met tegenzin. Nee, ik ben gewoon moe. Ja? En we gebruiken natuurlijk niet een normale olie, maar kokosolie. Waarom dan? Omdat we gezond zijn. Of gezond willen zijn. Nessie moet gewoon alles wat ik zeg dat gezond is. Maar waarom is kokosolie gezonder? Kokosolie is gezonder, omdat het bio is. Je hoeft niet op een bio. Nou, ik wist niet dat wij tomaten hadden. Dus we gaan ook nog tomaten erbij doen. Oh, mooi jouw techniek. Oh, beautiful. En gaat heel klein snijden. Ja. Beetje fijn snijden. Zo. Ja. Dan heb je hele grote tomaten. En dat is niet lekker, hè? Nou, jongens. Dit is het. Oh, thank you, Hennis. Lekker hoor. Zo, een paar uur later. Ik heb me even klaargemaakt. Ik heb deze oorbellen in. En ik heb zo'n lange... Wat is het eigenlijk? Zo'n spijkerjekje. Maar die komt echt wat over mijn billen heen. Aan van de Zara. Van de oude collectie. Wij zijn vandaag eigenlijk heel productief geweest, Hennis. Schoonmaken. We hebben echt heel hard gewerkt. We hebben het hele huis schoongemaakt. We hebben we hebben gestopzocht. We hebben een badkamer schoongemaakt. Een wc schoongemaakt. Gewoon alles is schoon. Slaapkamer is schoon. De was is klaar. Gewoon helemaal ready. Vanaf nu hebben we ook afgesproken dat we één keer per week gewoon samen een heel grote schoonmaak houden. Dat was eerst helemaal niet het geval. Met tegenwoordig helpt Nessie mij mee. Of niet, Ness? Ja, ik ben de beste man. Hij is de beste man op de wereld. Nee, daar ben ik heel blij mee. Dus dat is één keer per week. Maar elke keer als het zeg maar aan zit te komen, dat was vandaag ook. We zijn allebei echt een beetje van het uitstellen. Dus we lagen op een gegeven moment op een bank. Toen gingen we een theetje maken. Toen gingen we kletsen. We wilden gewoon alles doen behalve schoonmaken. En tegen de tijd dat het 2 uur was, dacht ik nee, we moeten nu echt opstaan en even aan het werk. En we waren gewoon binnen 2 uur klaar. Dus dat is chill. Dan hebben we lekker tijd voor andere dingen. Ik ga even kijken welke parfum ik vandaag op ga doen. Ik ga weer voor deze vandaag. Van Dolce & Gabbana. The only one. Deze is zo gruwelijk. We zijn nu even onderweg naar Rotterdam West. We hebben echt nog geen flauw idee wat we gaan eten vandaag. Ik had al kip gehaald. Maar ik weet, deze dag heb ik gewoon echt geen zin meer om te koken. En ze maar echt... Wat zit je als zo stom te doen? Ik kook altijd. En dan ga je doen alsof ik zeg maar zo'n vrouw ben die nooit kookt. Gelukkig heb ik bewijs op beeld hè, dat ik altijd kook. Maar ik heb gewoon echt de laatste dagen... Juist omdat je altijd kookt en je kookt zo lekker en wil ik graag eten van jou. Ik eet liever van jouw handen dan in een restaurant. Ja, ja, dat is mijn mening. Ja. Maar waarom help je eigenlijk in de keuken? Ik kan het helpen met verpesten. Dat kan ik doen. Op mijn lijf. Nou, dus je ziet wel straks wat wij gaan eten. Dat jij een plan hebt in je hoofd, dus wat wil je? Wat? Wil je sushi eten? Oh, nee man, dat kan echt niet. Okay, wat wil je wel? Waar heb je echt zin in? Als je alles mag kiezen op de hele wereld. Ja, als ik iets moest kiezen, dan ga ik nou niet doen. Maar als ik moest kiezen, gewoon een gekke pasta. En dan zou ik het afsluiten met tiramisu. Oh, ja. Yeah. Jongens, we zijn eruit dat we gaan eten. Het is wel even iets anders dan normaal, hè? We gaan een vis eten met de Marokkaan. Waarom zeg je? Oh, wat dan? Ik wou het even nog geheim houden. Spannend. Dat bliep je toch?
letterlijk door heel Rotterdam West gereden. Om vervolgens hier te eindigen. Met de X begint hij, ja. Oh, we zitten echt op de trambaan, hè, Nes? Gezellig hoor, Nes. Smikkelen. Nou, jongens, het ziet er echt heel goed uit. Ik heb sardientjes, dorade, garnalen, mosselen. We hebben echt letterlijk alles. Nes heeft een broodje haring. Let's go. Nou, jongens, ik denk dat het lekker was. Was het lekker, Nes? Hoeveel krijg ik voor als ik deze eet? En deze vis in hoofd. Ja. Er zit wel heel veel smaak in, zeggen ze altijd. Nou, dat was lekker, of niet, Nes? Ja. We hebben echt genoten. Echt, Marokkanen kunnen echt de lekkerste vis maken. Dat is lekker. Hele schot op en Nes heeft daarna nog meer besteld. Hij zat niet vol. We zijn net weer thuis en toen we binnenkwamen rook het echt zo erg lekker. Het was zo fijn aan het schoonmaken. Ik moet alleen nu echt heel erg nodig mijn handen wassen en mijn mond wassen. Ik had het al gedaan bij de viszaak, maar ik ruik het echt nog. Het is zo goor. Ja, die andere kan moet halen. Bij je Hornbach heb je die. Ga ook je handen wassen. Ik heb nog wel wassen. Je zet je bovenlip roken. We zijn ons een beetje aan het klaarmaken. Maar we moeten vandaag nog wandelen. Ik heb ervoor gekozen om niet meer op lege maag te gaan wandelen. Waarom dan? Omdat ik dus denk dat ik daar sneller hoofdpijn van krijg. Ik ben heel gevoelig voor hoofdpijn laatst. Dat ik drink geen koffie meer in de ochtend. Mm. En op lege maag ging ik wandelen. En dan kreeg ik echt de hele dag hoofdpijn. Dus dat doe ik niet meer. Dus ik denk dat ik gewoon vanaf nu na het eten elke dag ga doen. Of gewoon na het ontbijt. Oké, ik ben lekker thee aan het maken voor onderweg bij het wandelen. Jongens, even serieus zonder grap. Deze repen zijn zo verslavend. Zo fucking lekker. Oh, we hebben net gewandeld een uurtje. Dat was wel even lekker. Maar we dachten eerst dat het fris was. Dus we hadden even een vestje meegenomen. En toen kwam de zon op en het is heel erg warm. Ik zweet me dood. Ik ga zo even douchen. Maar ik heb mijn haar dus even vandaag niet los gedaan. Omdat ik dus even mijn haar vandaag wil behandelen met Olaplex. En dan moet je het altijd een beetje nat maken eerst. Let niet op mijn kroeshoofd. En dan doe ik Olaplex in nummer 3. Ik heb het al eens een keer eerder laten zien vlog. Maar dit is echt even mijn redding. Dit is wat me nu echt helpt gewoon. Ik heb natuurlijk een tijdje geleden geknipt. En nu wil ik het heel graag heel goed gezond houden. Je hoeft er ook niet heel veel van in te doen. Dus dat is prima. En dan wikkel ik er gewoon even een handdoek overheen. En dan laat ik het even een half uurtje in hoor. Want ik wil vandaag gewoon op tijd douchen. Zo, en nu lekker even op de bank. Ik ga alleen nog maar chillen vandaag. Ik vind dit soort nachtjurkjes echt zo fijn in huis als het warm is. Ik kijk de laatste tijd echt uit naar mijn stukje fruit per dag. Ik ga vandaag even een nectarine eten en een appel. Ik ga het even snijden. Oh, echt zin hierin. Ik heb weer even appel met zout gedaan. Zo, dus de Olaplex is inmiddels aan mijn haar. Ik heb mijn haar gewassen. Ik ben nu even aan het feunen. Ik heb even een break, want ik kreeg het dus echt heel erg benauwd. Net is dus lekker aan het playstationen. Mijn kat is lekker aan het chillen. Kijk hoe mooi mijn haar is geworden na de Olaplex behandeling. Mijn haar reageert er echt heel goed op. En echt super zacht ook. Je haar ziet er mooi uit. Het was zo nep. Jongens, hij zei het net tegen mij. Je haar ziet er heel mooi uit. Ja, zeg het maar voor de camera. Mooi, hè? Nu zijn we eindelijk klaar met PlayStation spelen. We gaan even samen weer een film kijken. Dat is een beetje traditie geworden, hè? Zonder mobiel. Film kijken. Waarom is je stem veranderd? Dan praat je best wel sexy, zeg maar. Ik ga het gewoon eruit knippen. Ik heb er mooi zin in. Wat kan ik? Film, film, film. Film. Welke film gaan we kijken, hoor?
Oh nee, dat ik zorg naar haar in. Allemaal gewoon je mond. Mimi, we zijn al 30 jaar getrouwd. Kom op, man. Oh, het zit allemaal in je mond, dat is beter. Haring en ui is gewoon lekker. Accepteer het. Nee. Waarom niet? Nee. Bosse? Nee. Ik... Bosse, kom nee. op. Mimi, zo hard schreeuw. Zoen mij. Oh, het is echt heel erg. Oh, niet eens verteld welke film we gaan kijken. Waarom lach je de hele tijd? Is er iets grappigs? Welke film gaan we kijken dan? De Da Vinci Code. De Da Vinci Code. Ja, de Da Vinci Code. Ik hou van jou. Het is zo van je. We gaan de Da Vinci Code kijken. Alhamdulillah. Kijk guys, wij gingen dus film kijken. Ik heb eigenlijk helemaal geen film gekeken. Ik heb echt heel erg last van mijn buik gekregen. En het is echt zo gek, want ik heb echt zo erg op mijn eten gelet de laatste tijd. En dan zie je ook in mijn vlogs. Dus ik zei dat ook tegen mijn vriendin van, ik snap er echt helemaal niks van. Want ik heb vandaag eigenlijk echt heel gezond gegeten. Ik heb een omeletje gegeten. Ik heb een notenreep gegeten. Ik heb fruit gegeten. Ik heb vis gegeten. En ik heb heel veel thee gedronken. Dus... niks mis in principe met mijn voeding. En toen zei ze van, ja, maar jij eet toch al een paar dagen achter elkaar die notenreep. Toen zei ik, ja. Toen zei ze, ja, maar er zitten dus pinda's in. Ik denk dat je daar misschien gevoelig voor bent. En het is wel waar. Ik heb nu denk ik echt zo'n 3-4 dagen achter elkaar die notenreep gegeten. En ik voel nu echt gewoon extreme pijn in mijn buik. Ik heb het nog nooit zo eerder gehad. Ik heb wel, zeg maar, van mezelf darmklachten. Maar het is gewoon pijnlijk. Dus ik ga vanmorgen die reep niet eten om te kijken hoe ik daarop reageer. En dan, ja, that's it. Ik ga nu lekker tanden poetsen. En dan ga ik naar bed. Dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Doei!